Makreel is een hele goede vis om te grillen. Het visje is lekker vet en heeft een hele duidelijke smaak. Maar wij maken een lekkere marinade die de makreel een beetje pittiger maakt. Daar smeren we de visjes van binnen en van buiten mee in en daarna rijgen we ze aan spiezen. Zo laten we ze een uurtje in de koelkast liggen terwijl we de barbecue voorbereiden. We gaan de makreeltjes namelijk grillen op de asado houden van grillroost. Maar eerst roosteren we wat knoflook, tomaat, paprika, limoen en een jalapeno peper. De spiezen gaan op de houder en van de geroosterde groenten gaan we een lekkere salsa maken. We proppen alles in de blender en dan gaat de salsa nog even in de pan om op te dikken. De visjes draaien we een keertje om en roosteren tot ze goudbruin zijn en een kerntemperatuur hebben van 65 graden Celsius. Lekker! Super lekker!